Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar Nieuwview. Je ziet het, we staan nog steeds bij Le Mas in Aijen, bij het Erepa treffen. We hebben nog een heel leuk programma. Wat we allemaal gaan doen, weet ik nog niet, maar er komen steeds nieuwe activiteiten bij, dus het is erg gezellig. Maar we nemen jullie weer mee, dus kijk gezellig mee. We zijn aangekomen bij de grotten van Tourtourac. En achter ons zie je het gebouw waar we heen gaan. Waar we ingaan waarschijnlijk, richting de liften. Dan gaan we naar beneden. Het is vandaag een klein groepje, een man of 10, 11 hoorde ik net. Er zijn een paar mensen die zijn achtergebleven. Die vonden het waarschijnlijk toch te warm of te veel. Of wat ziek, zwak of misselijk. Maar goed, we gaan die kant op en dan gaan we even van de grot genieten. We zijn weer aangekomen op de camping. We waren bij de grotten van Traversac. Dat was 40 minuutjes rijden vanaf de camping. Wat vonden we ervan? We moesten even vertellen wat het was. We moesten met een lift naar beneden. Gingen we 25 meter de grond in. En we hadden een route van ongeveer 300 meter onder de grond. En die ging steeds lager tot we bij 45 meter onder de grond kwamen. Het was wel geleidelijk, want je kan het met een rolstoel doen. Het is trouwens de enige grot van Frankrijk die dat je met een rolstoel of een kinderwagen kan bezoeken. En in dezelfde route moesten we daarna ook weer teruglopen. En toen we binnenkwamen kregen we zo'n microfoonachtig iets waar je dus de nummers kon invoeren. Ja, een soort van telefoon inderdaad. Ja, en dan kon je nummers invoeren en dan kreeg je een Nederlandse uitleg. Nou, ik vond het eigenlijk wel een hele mooie grot. Het was... De uitleg erbij maakt het ook nog duidelijker, ook hoe het groeit, hoe het ontdekt is. Ja. En we kregen gewoon echt duidelijke uitleg en het zag er ook wel heel mooi uit. Echt, ja, veel met licht hè? Ja, veel verschillende kleuren. Ja, ze hadden wat heel zacht licht erop staan. Als het iets heel bijzonders was, dan stond er echt zo'n spot op. Dus dat trok gelijk de aandacht en dan vertelden ze er wat over. Ja. Dus het was, we hebben wel gefilmd met de telefoon, dus ik hoop dat de beelden ook wel goed waren, zeg maar. Ja, want de GoPro, de GoPro en de Action Cam of de DJI, die kunnen dat niet filmen. Het is eigenlijk daar te donker voor. Ja.
Ja, dus ik hoop eigenlijk dat de beelden wel gewoon goed waren. Ja, want het is wel een aanrader. Er schijnen hier nog meer grotten te zijn, die veel bekender zijn, maar deze is niet zo bekend. Ja, kostte €9,90. Ja, was ook niet zo duur. We zijn er echt wel een uur beneden geweest. Het was trouwens 13 graden, dus we konden even heerlijk afkoelen. Ja. Maar na een uur werd het toch al een beetje fris. Ja, het is niet eens zo denken van het is een rondje. Nee, het is 300 meter die kant op, keren en dan die kant op. Ja, maar het was niet storend, want op de heenweg kijk je er op de ene manier naartoe. En op de terugweg zag je weer totaal iets anders. Dus je was continu aan het om je heen kijken en aan het bewonderen. Dus het was wel een geslaagd uitje. Zeker. En daarna zijn we nog even lekker met z'n allen een ijsje gaan eten. Ja, en via een hele avontuurlijke weg zijn we hier weer tot de camping gekomen. Het is zo'n boerenwegje waar net één auto door kan. Nee, precies, ja. Nou, zometeen hebben wij een pizzaavond. Oei, ook niet pizzaavond. En komt heel de camping, alle campinggasten komen bij elkaar voor een laatste avondje. Ja, want het is de laatste avond voor de Ereba treffen. Morgenochtend vertrekt de meeste mensen weer naar een volgende camping. Wij blijven nog een dagje, want wij willen toch nog even Colores La Rouge zien. Oftewel het rode stadje. Ja, want dat hebben we natuurlijk vorige keer gemist. Ja. Dus we blijven een dagje langer. En nu gaan we met z'n allen een afscheiddinertje. Ah. Ja, het is wel jammer hoor, want het is echt super gezellig. Ja. Echt iedereen begroet elkaar 's morgens. Iedereen maakt een praatje. Ik ben Gideon de hele tijd kwijt, want moeten we ergens naartoe, dan staat hij weer ergens te kletsen. Dan moet ik hem halen, want dan komen we te laat. En dan vergeet hij zijn portemonnee of zijn telefoon. En dan moeten we weer terug. Nou ja, en als Gideon dan aan het werk is, doe ik precies hetzelfde ook. Maar dat valt niet op, want hij stilt ze druk. Nou, helemaal goed. Ik denk dat we wel genoeg geluld hebben op dit moment. We gaan lekker even wat eten. Ja. Pizza. Ja mensen, het is vertrekdag. Het is de laatste dag van het Ereba treffen. En we hebben een hele leuke week gehad. Heel lieve mensen, heel leuke mensen ontmoet. Goede leuke uitstapjes gehad. En nu eindigt het gewoon. Ja, het is niet anders. Wij blijven nog een dagje langer. Wij gaan vandaag nog naar het rode stadje nog. En de groep heeft dan dat maandag gedaan. En wij gaan dat vandaag nog even overdoen. Dus hebben we alles gedaan wat ook de groep gedaan heeft. En dan gaan wij morgen weer door naar een andere camping. Waarschijnlijk richting de Atlantische Oceaankant. Want de Dordogne wordt heel erg slecht weer. En daaronder wordt het veel te warm weer. Ze verwachten daar 35 graden. Nou, dat is iets te goed van iets te morgen veel van het goede. Dus dan gaan we richting de Atlantische Oceaan. En dan hebben we nog anderhalve week om lekker vakantie te vieren met z'n tweetjes. Dus dat gaat goed komen. Achter mij zie je ook het uitzwaaicomité. Altijd leuk.
En nou goed, wij gaan zo meteen even ontbijten en dan gaan wij ook richting Collange de la Rouge. Stadje reden, zagen wij namelijk rechts zagen wij een dorp liggen. En nu hebben we het rode stadje bekeken en nu lopen we eigenlijk in het plaatsje Turenne. En bovenop de Turenne heb je een vesting liggen of een kasteel. Dat kan je bezoeken voor 7 euro voor een adult, voor een volwassene. En voor een kind was het 5,90 euro volgens mij. Je kan dus een ronde lopen van 1,5 kilometer door het dorp. Dan doe je ook 1,5 uur over. Nou, wij lopen gewoon kriskras door het dorp heen, want het is veel te warm op dit moment. Het is wel 27,5 graden. Dat is echt veel te warm. Het is echt zweet te geblazen. Maar wat ik ervan kan zien, op dit moment ziet het echt prachtig uit, zeg maar. Heel mooi, heel mooi. Even een rondje om het kasteel heen. We hebben een behoorlijke klim moeten doen. En, ik zou net op de borden staan bij de ingang van het kasteel. Kost 7,90 euro. Geen 7 euro, maar 7,90 euro. Dus nou, we lopen even een rondje om het kasteel. Als we nog energie hebben, dan doen we een rondje in het kasteel. Maar ik moet zeggen, buiten het kasteel is ook erg mooi. Het dorp is ook erg mooi. Heel erg rustig. Niet zo druk als Collange de Rouge. Het ziet er echt netjes uit. Echt heel mooi dorpje. We zijn weer terug op de camping. We hebben net even, toen we terug gaan op de camping, even gelijk gezwommen, want het was echt super warm. Nou, nu gaan we het eten klaarmaken. En we hebben heel dikke leuke grapjes gemaakt over wat iedereen heeft. Daar gaan we lekker snacken uit onze airfryer. En dit is een hele makkelijke airfryer, heel kleintje. Ik ga even laten zien. Heel klein pannetje, heel klein bakje is het eigenlijk maar. Het is eigenlijk voor 1 à 2 personen. En we gooien er gewoon lekker aardappelpartjes in zometeen. En dan gaan we dus even lekker frieten maken. Nou, daarna gaan we nog wat snackjes erin doen, zoals bitterballen. En Vietnamese loempiaatjes. Dus ons laatste avond hier op de camping. Dan moeten we goed afsluiten met een lekkere snackmaaltijd. Dus waarom ook niet. Nou mensen, dat is het geluid. Dat betekent dat de airfryer klaar is. Vries afgebakken op 180 graden, 15 minuutjes. En kijken of ze goed lekker gaar zijn. Een mooi bruin zijn. Nou kijk eens. Yummy, yummy, yummy. Dat gaat zeker smullen. Wij zeggen eet smakelijk. Fijne avond. En ja,
Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ja? Tot de volgende keer? Nee. We zien ons morgen weer. Hey, goedemorgen. Jullie zien het. We zijn bijna klaar om te vertrekken. We ontbijten nog even en dan gaan we even wat sterke mannen regelen, want we zitten behoorlijk ingezakt. En daarna zullen we vertrekken. Maar bij deze zeg ik alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende video. En een lege plek.